Hou je bek, Lola. Jij bent partijleider, toch? Ja. Van de PVDV, toch? Ja. Van de partij van de valspelers. Ja, misschien. Wij horen namelijk dat jullie foto's hebben gemaakt van andere mensen hun moties tegen jullie partijen. Is dat zo? Ja, dat horen wij. Volgens mij mag dat niet. Ja, maar wij... Nee, wij, dat kan. Nee, kom, wij gaan weg. Nee. Nee, sorry. Ze valspelers. Zuur, dit is een sterk zuur. Een beetje te vergelijken met... Ja, hoe de kak moet het nou? Dit er, oh, daar zit het gaatje. Oké. Ja. Alsjeblieft. Oh my god! Oh, zag je dat? Ze gaf met blik. Oh, ja, nou wat kanker. Ja. Ja. Nou, geef dat tyfusblik hier. Wat is jullie taak hier? Wij zitten dit parlement voor. Ja, jullie zitten ook al voor. En hoe positie verkregen? Het komt gewoon omdat wij de meest fantastische mensen zijn die op deze school rondlopen. Dan is het niet heel moeilijk om hier terecht te komen. Dat is, ja, dat, zo gaat dat nu eenmaal. Ja, ik kan het niet anders maken. Nee, helaas. Ik sta hier met... Kom er nog zo'n BDSM porn video? Wat ben je hier aan het doen? Wat zei je? Wat zijn jullie aan het doen hier? We zijn aan het proberen om muziek te maken, maar... En lukt het een beetje? Hoi. Hi. Kunnen jullie misschien een stukje laten horen? Kunnen jullie het misschien op de luidspreker zetten, zodat we het kunnen opvangen? Ja, ik weet niet hoe dat kan. Kijk, als jullie, waar zit de koptelefoon in? Maar hoort iedereen. Ja, maar dat is heel leuk. Someone take me home. Wauw, kunst. Ontroerend gewoon eigenlijk wel. Nee, maar... Oh, maar wacht, wat is dit? Het is de Bichimaan. Staat er gesloten. Even je bek houden, ik probeer op te nemen. Maar. Christopher, Julia. Wat ben je aan het tekenen? Ik teken een man die aan een brug gaat en doodgaat. Aan een brug hangt en doodgaat. Reflecteert dat een beetje jezelf? Of reflecteert het mezelf? Nee, ik denk dat het de hele tienerconstitutie reflecteert. Oh ja. Hoi. Hoi. Ik dacht dat je me niet kon horen. Ja, ik kan je wel horen. Je hebt ook al heel veel papier gezet. Ja, ik heb echt een goede tekening.
kunnen jullie uitleggen wat er hier precies gaande was? Nou, we waren een beetje aan het schuren. Ja. Doe je dat wel vaker? Ja. Ja, maar vooral bij deze dingen zijn perfect. Zeg maar, kan je er echt drie tegelijk op zetten. Wat maakt zo'n paal nou echt zo perfect om te schuren? Nou, het geluid. Kan jij het beter? Nee. Hopeloos. Hoi meneer. Mogen we even wat vragen? Het lijkt erop dat u de sporten niet heel interessant vindt. Nee, dat klopt. Wacht tot de 3 uur, dan ben ik er. En dan ben je weer aan het aanmoedigen voor, ja? Ja. Ja. Hey! Hallo, fuckwads. Waarom scheld je me uit? Het was een compliment. Wil je een keer afspreken? Zaag mijn kont. Dat hartje op je trui, was dat voor hem? Voor wie? Voor die jongen die net naast je liep? Nee! Echt niet? Nee. Voor wie dan wel? Dat schijn. Kan je wel toch aan Alopex vertellen? Hoort echt niemand het. Gewoon in mijn oor alleen. Hey girls! Hoi! Hey. Hey. Meneer Start, mag ik u wat vragen? Tuurlijk. Hoe is de kwaliteit van dit sporttoernooi? Nou, toch super gewoon. Wat zou u nog wel willen zien? Komen een keer een van de jaren bij de sporttoernooien? Nieuwe sport of zo? Spectaculaire sport zou ik wel eens willen zien. Ja, precies. Geen voorbeeld. Ja. Leerling schieten. Ah! Sorry, maar wat zijn jullie hier aan het doen? Kunnen jullie uitleggen wat er hier aan de hand is? Oké. Jongens, waar ga je nou heen? Kom je wel, ik heb een leuke vraag. Dan kom je in de Alopex. Kom Shakira, kom. Waka waka, eh.